Voor het aanleggen van een halkstape knip ongeveer 12 centimeter van de rol met tape en in de lengterichting knip het stuk dan doormidden. Scheur vervolgens aan het uiteinde in, druk de tape weg, vouw de randjes iets om, leg het ene stuk op het uiterste kootje van de grote teen, haal een stuk van de tape eraf, pak goed vast het uiteinde met de duim, zet de teen zo recht mogelijk, bijna maximale recht in het verlengde van de voet. En het laatste stukje is weer zonder rek. Pakken we het tweede stukje, ook weer inscheuren op het einde, iets omvouwen. Deze tape komt 45 graden onder de grote teen vandaan en kruist op de twee gewrichtjes op de teen. Hou hem weer goed vast, zet de teen zo recht mogelijk, kruis hem bij de teen en laat hem dan vervolgens parallel lopen tot iets overlappend op de andere tape. Dan hebben we nog twee kleine stukjes voor wat ankertjes, zodat het niet zo snel losgaat. Even over de uithenen heen plakken zonder rek. En hier in de voetboog laat het nog wel eens los. Dus ook zonder rek deze iets meer verankeren, zodat het niet zo makkelijk losgaat. En dan ziet de halkstape er zo uit.